Het boek Openbaring en de wereld. Deze wereld loopt op haar laatste benen en zal snel de oordelen van de levende God moeten ondergaan. We willen nogal wat teksten gewoon doornemen. Ik heb ze opgeschreven, proberen wat uit te leggen en een aantal inleidende opmerkingen. Nou, hier hebt u een prachtige kaart van de wereld. Van de zichtbare wereld wel te verstaan. Dus we hebben, als we het hebben over de term wereld, dan kun je zeggen van dat is de wereld zoals we die zien. De zichtbare, zintuigelijk waarneembare wereld. Met wetenschappelijke taal noemt men dat ook wel empirisch waarneembaar. Hier, dit heb ik ook zo eventjes gedaan, en dat is de mensenwereld. Dat je kijkt naar de wereld van de mensen. He, als we met iedereen contact hier zouden hebben en we zouden elkaars werelden delen, waarin u leeft, waar u van deel uit maakt en waar u zich op dit moment in bevindt, nou, dan zouden we hier nog wel even een aantal uren zijn. He? Maar het zou wel heel mooi zijn als je meer dingen van elkaar zou kunnen weten. Dan zou je ook meer rekening met elkaar houden. Ik denk dat dat heel belangrijk is. De zondige en godvijandige wereld. Dan hebben we het niet over de natuur. Dan hebben we het niet over de verschillende landen. Maar dan hebben we het over de mens die zondig is en die is opgestaan tegen God. Dan heb je het bijvoorbeeld over een stad als Alkmaar, die wordt geregeerd door allerlei overheidsdienaren, waar we voor natuurlijk bidden. Maar willen ze ook buigen voor God, of willen ze dat niet? Want uiteindelijk is dat het. Dagelijks komen we dat tegen. Dat moeten we goed onderscheiden. He, je kunt, wat Dick ook zei, je kunt het hebben over God. Je kunt het hebben over religie. Maar daar heeft God geen boodschap aan. God heeft boodschap aan hoe het gesteld is met het hart. En ik kreeg iets op mijn hart en ik wil het toch even noemen. Dat schiet me nu weer te binnen. Ik heb het helemaal niet op je sheet, maar dat maakt niet uit. En dat wil ik u meenemen naar het boek Romeinen. En ik had het zo pas nog even met iemand erover. En ik ben de Romeinen hoofdstuk 2. Ik wil niet zeggen, ik ben niet zo'n worstelaar. Ja, vroeger wel, maar nu niet. Geestelijk, omdat ik zeg worstel daarmee. Maar wel bepaalde dingen die soms naar je toe komen op een of andere manier. En dan denk je, hoe kan het? En ik werd zo bepaald deze ochtend ook en middag bij hoofdstuk 2. Dan zegt Paulus tegen de gelovigen en de niet-gelovigen. En dan zegt hij, daarom bent u niet te verontschuldigen, o mens, wie u ook bent die anderen oordeelt. Want waarin u de ander oordeelt, veroordeelt u uzelf. En dan legt hij dat uit. U immers die anderen oordeelt, doet dezelfde dingen. En wij weten dat het oordeel van God in overeenstemming met de waarheid is over hen die zulke dingen doen. En u, o mens, die hen oordeelt, die zulke dingen doen en ze zelf ook doet, denkt u dat u aan het oordeel van God zult ontkomen? Wat hebben we hier, waar hebben we hier dus mee te maken? Oftewel, je kunt enorm veel woorden gebruiken om iedereen te veroordelen, maar als je hart niet veranderd is, dan zegt de Bijbel, dan gebeurt het volgende. Moet u eens kijken wat er dan staat. In vers 4, of veracht u de rijkdom van zijn goede tierenheid,
verdraagzaamheid en geduld, zonder te weten dat de goede tierenheid van God u tot bekering leidt. Begrijpt u dus, je kunt, terwijl God in deze genadetijd zijn goedheid, geduld en noem maar op, toont, dat je niet tot bekering komt, maar wel een oordeel hebt. Dus je bent aan de buitenkant, oordeel je, maar je bent van binnen niet veranderd. En als dat niet zo is, als je niet wederom geboren bent, dan staat het volgende te gebeuren in vers 5, maar in overeenstemming met uw hardheid en uw onbekeerlijke hart, hoopt u voor uzelf toren op tegen de dag van de toren en van de openbaring van het rechtvaardig oordeel van God, die ieder vergelden zal naar zijn werken. Namelijk hun die met volharding het goede doen en heerlijkheid en eer en onvergankelijkheid zoeken, het eeuwige leven, hun echter die twistziek zijn en ongehoorzaam aan de waarheid, maar gehoorzaam aan de ongerechtigheid, zal gramschap en toren vergolden worden. Dat is wat de Heere hier zegt. God heeft geen boodschap aan mensen die zijn naam noemen en die niet veranderen. Heeft God geen boodschap aan. Die komen onder het oordeel van God. Dat is vreselijk. En dat komt allemaal tevoorschijn. Ik zei het gisteren al tegen iemand in de garage. Alles wat in het verborgen heeft plaatsgevonden, dat kun je boven niet meer verbergen. En die woorden gelden ook voor Rennie. En dat is heel fundamenteel. Alles wat je hier verbergt, kun je boven niet verbergen. Dank u wel, Heer. Alles komt tevoorschijn. Alles. Wij hebben een geweldige God. En ik zei tegen hem, die relatief jonge man, ik zei, wat moeten we blij zijn met zo'n God? Hij zei, ja, hij zei, op zich wel. Ik zei, je staat er dichtbij, je moet die stap zetten tot de Heer Jezus. Maar je staat er dichtbij. Maar ik zei, je wilt ook graag dat de waarheid aan het licht komt. En dat gaat ook in de wereld gebeuren. De godvijandige wereld, die wordt open en bloot voor God neergelegd. Weet je wel dat ik, dat als ik bijvoorbeeld, het gaat nu even over Dries van Acht en zijn vrouw. En zo zijn er miljoenen mensen natuurlijk. En denk, oh Heere, dat ik daar, als ik 's nachts wakker ben, gebeurt nog wel geregeld. En dan denk ik daarover na, zeg, Heere, als ze hier hun ogen dicht doen, dan komen ze voor u. Ja, weet u, dan huilt mijn hart, echt. Dan hoop ik zo dat ze de Heer Jezus hebben aangenomen, echt. Ik hoop dat u dat ook hebt. De liefde van Heer, je bent zo bewogen met de mens. Ik weet niet of u vijanden hebt. Misschien heb ik wel heel veel vijanden zonder dat ik het weet. Ik ben een hele naïveling. Nou, ik wens hun de liefde van God toe. Echt. Ik wens hun het allermooiste en schoonste toe. En dat is de Heer Jezus Christus. Ja, echt. Een veranderd hart. Het domein van de slang. Ik noem toch Oude Neel eventjes. Misschien kent u dat boek nog wel. Het domein van de slang. Het domein van de overste van deze wereld. Waar de overste gezag heeft. Heel goed boek. Hij legt heel goed de dingen bloot die in deze wereld spelen. De rebelse, opstandige wereld. Gods prachtige schepping. U bent waard, Heere, te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de kracht. Want u hebt alle dingen geschapen en door uw wil bestaan zij
en zijn geschapen. Dat is wat staat in Openbaring 4 vers 11. Prachtig mooie woorden. Door uw wil bestaan zij. Dat mogen we tegen mensen zeggen. Weet je waarom je hier bent? Openbaring 4 vers 11. Omdat God het wil. Ja, God heeft je gewild. God heeft een machtige toekomst voor je. Deze schepping, zegt Romeinen 8, is in barensnood en wacht op de openbaring van de zonen van God. Dat is die zichtbare schepping. Die we kunnen zien met onze ogen. Die we kunnen ruiken. Die we kunnen horen. Ik hoor de tortelduifjes alweer bij achter. Bij ons, de Turkse tortelduiven. Zou het voorjaar eraan komen? Ja. En een merel die weer gaat zingen. Prachtig. Allemaal tot glorie en eer van God. Er staat in de Bijbel. En zij allen, dat is die opstandige wereld, zijn afgedwaald. Tezamen zijn zij verdorven en is niemand die goed doet, zelfs niet één. In deze wereld, nou dat weten we. Dat staat ook heel duidelijk in Romeinen 3. Het hart, ons binnenste, is van nature slecht. En ik gericht, Johannes herinnert ons eraan dat we de wereld niet lief moeten hebben. De wereld gaat voorbij, maar als je met God leeft, wacht je een eeuwig leven. Het gaat niet om de spullen op zichzelf, maar het gaat om de hartsgesteldheid. Waar het om gaat is op welke manier we over mensen spreken en hoe we met de spullen omgaan. De wereld, de zondige mens, is niet op God gericht, maar op de zonde. Ze leeft in de zonde, uit de zonde en tot de zonde. God staat ten diepste buiten het gezichtsveld van de wereld. Want de mens van nature is ikgericht en zondegericht. Moeten we goed realiseren. Staat niet voor niets in de Bijbel. Daarom begrijp ik ook heel veel kerken en gemeenten niet dat ze niet meer oproepen tot bekering. Dan kennen ze de Bijbel niet. De Bijbel roept op metanoia, bekeer je. Keer je af van de zonde. Want het loon van de zonde is de dood. Zo simpel ligt het. Heel simpel. En dan is het zo mooi, lieve broeders en zusters, ik hoop dat u dat ook kent. Als je de Heer Jezus hebt leren kennen, kijk je niet meer zo, maar dan kijk je eerst naar God en dan kijk je naar alles wat je ziet. Is dat niet heerlijk? Je kijkt eerst naar God en dan kijk je naar de mens. Dan kijk je naar de schepping. Dan kijk je naar alles om je heen. Dan kijk je met andere ogen en met andere oren, luister je. Zo heerlijk is dat. Dan heb je een hele andere houding. Daarom zal de Heere de aarde bevrijden van alle goddelozen, opstandelingen en uiteindelijk de zonde. En ook van alle onzichtbare kwade machten. Dat gaat God doen. Dat is ook wat er in Openbaring staat te gebeuren. Er staat zo mooi, we hebben dat vanmorgen ook al even gehoord. U hebt ons tot voor onze God gemaakt tot koningen en priesters en wij zullen als koningen regeren over de aarde. Maar als dat gaat gebeuren, dan moet er eerst wat anders gebeuren. Dan moet die wereld, die moet bevrijd worden. Die moet geoordeeld worden. Anders kunnen de kinderen van God niet gaan regeren. Dan kan de Heer Jezus niet regeren. Dat is de bedoeling. De heiligen onder het altaar roepen om wraak. Hoe lang heilige en waarachtige heerser oordeelt en wreekt u ons bloed niet aan hen die op de aarde wonen. Ze moeten wachten totdat het getal vol is van alle martelaren. Daar moeten ze op wachten. Maar ze roepen wel, hoe lang nog, heren? Hoe lang nog? Het is een ander gebed dan wij nu tegenwoordig bidden. Wij bidden om genade. Zij bidden om wraak. Want het is de grote verdrukking. Het is gebed om de toren van God en niet zijn genade. En dan zien we, en de 24 ouderlingen die voor God op hun troon zitten, wierpen zich met hun gezicht ter aarde en aanbaden God. En zeiden, wij danken u Heere, God de Almachtige die is en die was en die komt, omdat u uw grote kracht ter hand genomen hebt en koning geworden bent. Als het ware de Heilige Geest
geeft de 24 oudsten aan dat het koningschap eigenlijk al gerealiseerd is. Want die 24 oudsten, daar bent u in vertegenwoordigd, die weten nu al, zo gaat het gebeuren. De 24 oudsten hebben inzicht in de plannen van God. Dus wij staan op een hele andere manier in dit leven. Wij zitten hier heel anders in Alkmaar dan de mensen die niet gelovig zijn in Alkmaar. Zo simpel is het. U zit hier heel anders. Want u hebt inzicht gekregen in de plannen van God. Hij gaat koning worden over deze aarde. En wij zijn erbij. En daarom kun je de Heere loven. Daarom kun je die liederen zingen die we vanmiddag en vanmorgen mochten zingen. Wij aanbidden God nu al. We danken God. Dwars door alle lijden heen. Misschien maakt u lijden mee. Misschien hebt u het moeilijk. Misschien hebt u strijd. Ik zou zeggen, ga God danken. Ga God prijzen. Want het gaat gebeuren zoals Hij het voor ogen heeft. En Hij heeft het u bekendgemaakt. En jou. De ouderlingen hebben inzicht in het handelen van God. Iemand die niet gelooft, Kenneth noemde het al even waar hij was in een klein dorpje, hebben geen inzicht in het woord van God. Ik begrijp niet meer wat ze met de Bijbel doen. Als je de Bijbel niet gelooft en niet wilt gehoorzamen aan het woord van God, hou op met die kerk alsjeblieft. Dan ben je eerlijk. Dan ben je zwart-wit. Maar als je er een romantisch boek van maakt, of een gedichtenbundel, houd ermee op alsjeblieft. Want dat doen heel veel mensen. Het woord van God is het geïnspireerde woord van God. Wat ons inzicht wil geven in het handelen van God. En als je dat woord niet gelooft en ook niet gehoorzaamt, ben je een goddeloze. En je hebt een enorme verantwoordelijkheid. De Bijbel is zo duidelijk daarover. Kenneth noemde het al even over de boekrol. De boekrol moet geopend worden. De 24 oudsten weten dat. En wij weten het ook. En hij ontvouwt die boekrol, die staat vol met de belofte van God, maar ook met zijn oordelen. Van binnen. Ze zijn aan allebei de kanten beschreven. Dus er gaat nog heel wat gebeuren. En er is maar één iemand die waardig is om die boekrol te openen. En dat is het Lam van God. Gods koninkrijk komt en zal haar beslag krijgen door oordelen heen. Val op ons, zegt de Bijbel. Val op ons en verberg ons voor het aangezicht van hem die op de troon zit. En voor de toren van het Lam, want de grote dag van zijn toren is aangebroken. En wie kan dan staande blijven? U hebt wel door wie dit roept. Dit roept de wereld. Dit roepen niet de gelovigen natuurlijk. Dit roept de wereld. Over de opstandige wereld komt... Gods oordelen komen daar. Gods getuigenis komt ook over deze wereld. God die getuigt nog door middel van de 144.000. God getuigt nog door de twee getuigen. God die getuigt nog door de engel met het eeuwig evangelie. Zo genadig is God. Ja, God getuigt nog in Nederland. Want er zijn nog 7000 die hun knie niet hebben gebogen voor de Baal, of voor de Mammon, of wat voor God ook. God heeft altijd een rest. En dat doet God ook in de grote verdrukking. Dus in de grote verdrukking spreekt God zijn getuigenis nog uit. Daar in Jeruzalem, die 144.000, en het eeuwig evangelie. Prachtig! Wat hebben wij een geweldige God! Dat doet God, zo is God. Want God is een God van goede tierenheid en barmhartigheid. Vol van geduld. Ondanks de dag van zijn toren. Is God nog gewillig om iemand te redden. God getuigt via de anti-christelijke regering. Daar getuigt God ook van. God staat het toe
om dat te doen. God gaat hen confronteren met de storm die uit de wind is voortgekomen. Met het oordeel van Christus als hij komt. Gods oordelen, eventjes heel snel. Ik ga er niet allemaal doorheen, maar dan hebt u even een idee. 6 zegels, het 7e zegel, hoofdstuk 8. 7 engelen met de 7 bazuinen, hoofdstuk 8 en 9. De 7e engel, hoofdstuk 11. De laatste fase, het oordeel over de doden is aanstaande en het loon zal aan zijn dienstknechten worden gegeven. De 7 engelen met de 7 laatste plagen. 15 en 16. Vreselijk wat er dan allemaal gaat gebeuren. Wat staat deze wereld wat te wachten? Het oordeel over de hoer. 17 en 18. Op deze wereld vindt dat plaats. De valse kerk wordt geoordeeld. De hoer. En ook Babylon. De wereld. Het oordeel over alle tegenstanders van God. Door de Heer Jezus. Hoofdstuk 19. Als hij uit de hemel komt. Zal hij de antichrist, de valse profeet en het beest werpen in het poel van het vuur. De hel is nu nog leeg. Dan zullen er 2 personen zijn. En de rest wordt gedood, staat er. Vreselijk oordeel. Het beest en het valse profeet, ik heb het al gezegd, in de poel van het vuur en de anderen werden gedood. Zie je ook 2 Thessalonicenzen 2 vers 8. Hij zal ze met de adem van zijn mond doden. Maar hun zielen zullen daar komen, in de poel van het vuur. De storm breekt los. Nog even kijken naar als we, ik heb het allemaal op sheet, maar als u kijkt naar hoofdstuk 6 van Openbaring, dan vinden we daar eigenlijk maar een inleiding van wat er gaat gebeuren. Dat zijn de eerste 6 zegels. De eerste 6 zegels. En wat ons daar opvalt, wilt u bepaalde uitleggingen nog weer een keer, horen? U kunt zich, ik wil geen mensen aanbevelen, maar ik beveel Kenneth eventjes aan. De studie die hij houdt. En in Rijswijk mag ik dat ook doen, door Gods genade. Dus als u dat nog dingen wilt horen, soms is het heel goed om dingen te herhalen, dan leg ik dat ook uit. Dus dat is heel mooi. Maar hier zien we dus in hoofdstuk 6... dat politiek en economische leven, dat wordt een chaos. En daaruit zal, er moet eerst chaos komen en dan gaat er weer iets uit ontstaan. Dus politieke en economische chaos. Nou, we hebben nu ook al een beetje politieke chaos in Nederland. Weet je waarom het zo chaos is? Weet je waarom? Omdat ze zo'n last hebben van hun knieën. Ze willen niet buigen voor God. Dat is het probleem. Als al die politieke partijen op hun knieën zouden gaan, zou er een wonder gebeuren. Maar dat willen ze niet. Dat is het probleem. Daarom wordt het een chaos. Er komt alleen maar orde als de Heer Jezus komt. Echt. Weet u waarom in heel veel levens zo chaos is? Ze kennen de Heer Jezus niet. De Heer is een Heer van orde. En hoe meer je knieën gaat buigen, hoe meer orde er in je leven komt. Echt. Probeer het maar eens. En stuur me een mailtje. Want de Heer zegent dat, echt. De Heer zegent dat. Maar als zegt, ik weet het zelf wel. Nou, dan komt het wel goed hoor, als u het zelf weet. Ja. Nee dus. In hoofdstuk 8 breekt echt de storm los. De 7 engelen gaan bazuinen. De eerste 4 oordelen hebben een enorme invloed op het natuurlijke leven. Vegetatie, zeeleven, zeevaart, rivieren en bronnen.
het licht van de hemellichamen. Alles wat wij nodig hebben, daar komt het oordeel van God over. Alles wordt weggenomen. Alles wordt weggenomen. En dan zien we in de drievoudige wee de laatste drie bazuinen. Vijfde, zesde en zevende bazuin. Het laatste wee is de ergste, want dat omvat nog een keer zeven schalen. Als u leest in hoofdstuk 8, dan kunt u dat allemaal zo vinden. En je ziet heel vaak in het boek Openbaring dan ook, als er weer iets gaat gebeuren, dan volgt er eerst weer een intermezzo. Dan wordt ons weer iets uitgelegd van wat er gaat gebeuren. En dat ziet Johannes allemaal. En dan zien we in hoofdstuk 9, zien we bijvoorbeeld dat die zesde engel, wat er dan gaat gebeuren, vers 15, en de vier engelen werden losgelaten, of losgemaakt, zij waren in gereedheid gehouden tegen het uur en de dag en de maand en het jaar, dat zij het derde deel van de mensen zouden doden. De elite is daar nu al mee bezig, maar die doet het op een andere manier. Dit is het oordeel van God. En dan zien we die enorme troepenmacht. En dan wordt het nog een keer gezegd. Dan aan het einde van vers 17 ziet u, en de hoofden van de paarden waren als leeuwenkoppen, en uit hun mond kwam vuur, rook en zwavel. En dan staat er, door deze drie werd het derde deel van de mensen gedood. En nog een keer, door het vuur, de rook en de zwavel die uit hun mond kwam. Nou, dan denkt iedereen na natuurlijk, wat zou dat kunnen zijn? Komt het door de oorlogen die er plaats zullen vinden? Nou, daar heeft er veel van, want die enorme legermacht, die wordt daar genoemd. Is het niet verschrikkelijk? De mens die op de mens vertrouwt, zal geconfronteerd worden met de vloek. Ja. Maar het erge is, als het allemaal plaatsvindt, dan staat er in vers 20, en de overige mensen die niet door deze plagen werden gedood, bekeerden zich niet van de werken van hun handen. Zij bleven de demonen, staat er letterlijk, aanbidden, en de gouden, zilveren, koperen, stenen en houten afgoden die niet kunnen zien, horen of lopen. Ook bekeerden zij zich niet van hun moorden, hun tovenarij, hun ontucht en het plegen van diefstal. Is niet erg, lieve broeders en zusters. Wat een genade dat wij de Heer Jezus mogen kennen. Hè? Dat Hij ons uit die duisternis gehaald heeft. O Heer, dank u wel. Ik ben niet waard, zei de zoon, om uw zoon te heten. Maar een slaaf. Nee, zegt de vader. Nee, een feestmaal wordt bereid. Dat is onze God. Hij wil ons zo aan zijn borst vastklemmen. En maken tot zijn kinderen. Dat is wat God wil. Mensen redden. Vele doden, goed. De reactie van velen, ik zei het al, in deze wereld. Oh, snel. En de koningen, dat hebben we al gelezen. Hoe ze reageren op de toren van het lam. Hoe ze zich gaan verbergen. Maar hier zie je ook, het is niet alleen maar de mensen die regering verantwoordelijkheid hebben, maar ook andere machtigen, maar ook de slaven en de vrije mensen. Het is de hele mensenwereld. En ook, ik heb het al genoemd, ze bekeren zich niet. Ze gaan gewoon door met hun oude leven. En op datzelfde uur vond er een grote aardbeving plaats en het tiende deel van de stad stortte in.
En bij de aardbeving werden er 7000, met name bekende personen, gedood. En de overigen werden zeer bevreesd en gaven eer aan God van de hemel. Hé, daar zie je een reactie dat ze de Heere gaan zoeken. Gelukkig. Er zijn nog mensen die tot geloof komen. En de mensen werden verzengd door de grote hitte, maar zij lasterden de naam van God die macht heeft over deze plagen. En zij bekeerden zich niet om hem eer te geven. Dus de ene groep bekeert zich en de andere groep bekeert zich niet. En gaan gewoon door met hun leven. Schijnbaar hebben de oordelen geen effect op de hartsgesteldheid van de mensen. Er is juist hier sprake van verharding. Gods genade. Ja, ik zei het al tegen u. Als we lezen wat hier staat, zo mooi. Hoofdstuk 7, misschien kunt u het opslaan, hier word je heel blij van. In die grote verdrukking, van die diepe duisternis die er is. Hebt u dat ook wel, vanmiddag zijn er ook weer mensen in Heer Uwgewaard aan het evangeliseren. Heer Uwgewaard, Marianne? Ja. Ja, en dat er dan mensen zijn die openstaan voor het geloof om daarover te praten, daar ben je al dankbaar. Nou, hier zie je ook in vers 9, 8 en 9. Hierna zag ik en zie een grote menigte die niemand tellen kon uit alle naties, stammen, volken en talen stond voor de troon en voor het lam bekleed met witte gewaden en palmtakken in hun hand. En ze riepen met luide stem, de zaligheid is van onze God die op de troon zit en, let weer op, van het lam. Zo mooi. En alle engelen stonden rondom de troon, de ouderlingen en de vier dieren. En ze wierpen zich voor de troon neer met hun gezicht ter aarde en aanbaden God. En zeiden amen, de lofprijzing, de heerlijkheid, de wijsheid, de dankzegging, de eer, de kracht en de sterkte is van onze God tot in alle eeuwigheid. Amen. Zo mooi. En dan zie je in vers 13, en een van de ouderlingen antwoordde en zei tegen mij, deze die bekleed zijn met witte gewaden, wie zijn zij en waar zijn zij vandaan gekomen? Dat weten de 24 oudsten. Wij weten het nu ook. Want wij hebben inzicht in de dingen van de Here. Maar Johannes wist het niet. Die zag ze wel, maar denk, wie zijn dat? En dan krijgt hij het antwoord, want dat is de Bijbel, die geeft heel veel antwoorden. En dan zegt hij, en ik zei, Johannes dan, die zegt dat, tegen hem, u weet het, mijn Heer. En hij zei tegen mij, deze zijn het die uit de grote verdrukking komen. En zij hebben hun gewaden gewassen en ze hebben hun gewaden wit gemaakt. Waarin? In het bloed van het lam. Dat geldt voor iedereen. Zij die zonder wet sterven, zij die met de wet sterven, zij die in de genadetijd sterven, zij die in de grote verdrukking sterven. Zij hebben allemaal het bloed van het lam nodig. Ja. Dit is toch mooi dat iemand dat u hier zit en dat u dat zo beaamt. Is toch geweldig, of niet? Ja. Ja, dan loop je niet naar zijn schoenen. Dan word je zo klein. Ja, doe je schoenen uit omdat je weet, ik ben het niet waard om die schoenen te dragen. Zo mooi. Dat is uw genade. Zo rijk en vrij. Dan word je zo klein. Deze zijn het. Nou, we hebben het gelezen. Vers 14. Niet te tellen menigte. God noemt geen aantal. Een menigte die niemand kan tellen. Misschien kennen het, want hij is goed in wiskunde. Nee, maar dat is zo mooi. Dat is zo mooi, hè? Het gaat alle verstand erboven. En ik zag een andere engel, en we hebben het over het heerlijke evangelie, want dat wordt dan ook verkondigd. Dick had het er nog even, we vullen elkaar mooi aan. Dick had het er ook over, dat eeuwig evangelie,
En als hier staat, en hij had het eeuwige evangelie om dat te verkondigen aan hen, aan wie dan? Die op aarde wonen. U moet altijd heel goed letten op de woorden die in de Bijbel staan. Ze wonen op aarde. En u niet. Er is niemand die hier op aarde woont. Hoop ik. U bent een vreemdeling, u woont hier niet meer. Ik woonde ooit, maar ik woon hier niet meer. Ik ben nu een bijwoner, een vreemdeling. Maar hier wonen ze op aarde, ze voelen zich thuis op de aarde. Maar weet je wat zo mooi is? Als je de Heer Jezus leert kennen, voel je je hier niet meer thuis. Ik wil niet te veel over het gevoel praten, maar toch. Er komt steeds grotere afstand. Tussen mij en deze wereld. Het staat het kruis van Golgotha. Hier zie je nog dat ze wonen op aarde. Ze gaan op vakantie nog. Misschien wel 3-4 keer. En helemaal niets door, want het is de dagen van Noach. Ze huwen en worden ten huwelijk gevraagd. Maar het evangelie klinkt door die engel. En hij zei met luide stem, vrees God en geef hem de eer, want het uur van zijn oordeel is gekomen. En aanbid hem die de hemel, de aarde, de zee en de waterbronnen gemaakt heeft. Weet u wat het evangelie, het eeuwige evangelie inhoudt? Men heeft geen enkele kennis meer van de Heer Jezus. Zoals je op de scholen dat ook ziet. Wat is kerst? Wat is Pasen? Oh, ik weet niet. Nee, natuurlijk weten ze het niet. Als het niet verteld wordt, weten ze het niet. Daarom zegt God, ik neem genoegen met het eeuwige evangelie als je dat aanneemt. Zo genadig ben ik. Dan komt het heerlijke genadewerk van de Heer Jezus over jou heen als je mij vreest. Als je mij vreest, dat zegt God door middel van deze engel, door middel van het eeuwige evangelie. Dat gebeurde ook voor de wet. Het eeuwige evangelie. Zo genadig is God. Je zou kunnen zeggen het minimale evangelie. Zo ver is men afgedwaald van de waarheid van God. Ja. Nou goed, ik zou er nog meer over kunnen zeggen, maar dat doe ik niet. De levende God, niet eren als schepper, zal ieder kwalijk genomen worden. Als je hem niet accepteert als je schepper en God. De duivel opgesloten. Nou, daar houden we van. Mag ik u meenemen naar hoofdstuk 20? Want eindelijk wordt de aarde bevrijd van de duivel. Leest u het maar even mee. Het staat hier, het staat ook in de Bijbel natuurlijk, want ik heb het uit de Bijbel gehaald. En ik zag een engel neerdalen uit de hemel met de sleutel van de afgrond en een grote ketting in zijn hand. En hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de Satan, en bond hem voor 1000 jaar en wierp hem in de afgrond en sloot hem daarin op en verzegelde die boven hem, want dat is eigenlijk de bedoeling, opdat hij de volken niet meer zou verleiden. Totdat de 1000 jaar tot een einde gekomen zouden zijn. De Bijbel is zo correct, zo nauwkeurig. Als je kijkt naar hoofdstuk 12, even de vinger houden bij hoofdstuk 20... Dan is er die oorlog in de hemel. En dan wordt er van de duivel het volgende gezegd. Vers 9. En de grote draak werd neergeworpen. Wie is die draak? Namelijk de oude slang. Genesis. Die duivel en Satan genoemd wordt. En wat doet hij dan? Die de hele wereld misleidt. Er staat niet die alleen Nederland misleidt. Of Friesland. Of België. We hebben ook Belgen in de. De hele wereld verleidt hij. En in hoofdstuk 20 is dat sloes. Afgelopen. Hij wordt opgesloten.
Dus in die onzichtbare wereld, lieve broeders en zusters, zoals we elkaar beet kunnen pakken. Hoort u het? Zo kun je in de onzichtbare wereld ook iemand beet pakken. En in die onzichtbare wereld zijn ook kettingen. En ook deksels. En hier staat het heel duidelijk, er is een afgrond. Waar hij niet uit kan komen. Zo is het. En hij gaat opgesloten worden. En 1000 jaar lang moet hij daar in die afgrond blijven zitten. En kan hij niemand meer verleiden. En is er dan geen zonde meer in het Messiaanse Rijk? Jammer genoeg wel. Daarom is die ijzeren staf ook nodig om te regeren. En niet hout. Het is met een ijzeren roede. Met een ijzeren staf. Moet geregeerd worden. Nou, nee, lievertje niet weer doen, hè? Niet weer doen, lievertje. Nee, dat is geen ijzeren staf. Niet weer doen. Anders krijg je een tik. Pedagogische tik mag in het Messiaanse Rijk. Een pedagogische tik mag, dat doet God. God houdt de regen in om mensen te bestraffen. Dat staat in de Bijbel. Want God is de volmaakte pedagoog. Ik weet niet of u weet wat een pedagoog is, maar dat is een opvoedkundige. God is de volmaakte opvoedkundige. Ja, prachtig. Want het is nog niet de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Dat moet nog komen. We zien hier ook het definitieve en eeuwige oordeel in hoofdstuk 20, vers 10. Daar staat dan, de duivel die wordt al een korte tijd losgelaten, dus de aarde wordt 1000 jaar bevrijd van de duivel, 1000 jaar lang. Wij als gemeente en ook de heiligen van het Oude Testament zullen met hem regeren. Maar hij wordt ook weer korte tijd losgelaten om te kijken wat in het hart is van de mensen die hebben geleefd in het 1000-jarig rijk. Dat moet getoetst worden. God die toetst. God doet alles volmaakt. En dan na die korte periode dat hij losgelaten is, dan gaat het volgende gebeuren. Dat vinden we in vers 10. En de duivel die hen misleidde, want dat gebeurt dan nog een keer, hij trekt nog weer een keer op. Werd in de poel van het vuur geworpen en zwavel geworpen. En waar ook het beest en de valse profeet reeds zijn. En ze zullen dag en nacht gepijnigd worden in alle eeuwigheid. Weet je wat zo mooi is? Wat hier staat. Het beest en de valse profeet, die zijn al in die poel van het vuur geworpen. Ja, zie, als het een boek van mensen zou zijn geweest, dan sla je het over. Maar God slaat niet over. God die refereert ons eventjes wie al in de hel zijn. Wat dat heeft plaatsgevonden. Dat is de Bijbel. Dat is het woord van God. Zo mooi. Ja. Het is het geïnspireerde woord van God. De nieuwe hemel en de nieuwe aarde. De eerste dingen zijn voorbij gegaan. De eerste dingen zijn voorbij gegaan. Oh, even terug. Het herinnert ons aan hoofdstuk 20, vers 1. Als u leest in hoofdstuk. Even kijken hoor, ik heb daar neergezet hoofdstuk 1, maar volgens mij. Ja, daar staat het ook, maar ik bedoelde wat anders. Even kijken. Ja, nee, ik bedoelde. Er staat vers 1, hè? Er moet staan, er moet nog een 1 bij, dat is 11. Denk al, want het staat in vers 11 zo mooi. Daarom refereert hoofdstuk 21 vers 1 ook zo daarnaar. En ik zag een grote witte troon en hem die daarop zat, voor zijn aangezicht vluchten de aarde en de hemel weg, zodat er geen plaats meer voor hen te vinden was. Geweldig, het gaat gebeuren.
Dus die hele oude wereld, die verdwijnt. En dan staat dan ook helemaal, komt het overeen met hoofdstuk 21 vers 1. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan. En de zee was er niet meer. Nou, ik ga er niet helemaal diep op in, maar er zijn verschillende gedachten over. Maar het komt iets totaal nieuws. Iets totaal nieuws. Wat gaat God doen? Hoe groot is God? Ja. En dan vinden we daar ook het nieuwe Jeruzalem. En ik zag Johannes, en Johannes zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel, gereed gemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is. We kunnen heel veel vragen nog stellen over hoe het zal zijn. Over het Messiaanse Rijk is het allemaal redelijk duidelijk. Maar hoe verder het van ons af komt te staan qua tijd, hoe moeilijker het wordt om ons dingen te kunnen voorstellen. En misschien heeft God het wel expres gedaan. Niet om ons om te speculeren, maar gewoon rustig af te wachten. Maar het zal in ieder geval, mag ik het zo zeggen met 1 Korinthe 15, God zal zijn alles in allen. En ik geloof zelf met anderen ook dat het nieuwe Jeruzalem is de gemeente. En die heeft een eeuwige plaats, want die is ook, die gemeente was ook in de eeuwigheid, is dat bij God geboren, in Gods gedachten. Dus dat heeft God niet bedacht vanaf de grondlegging, maar van voor de grondlegging. Dus de gemeente blijft tot in eeuwigheid de vrouw van het lam en de bruid. Bruid betekent dat ze voor eeuwig schoon blijft. Nou, wie wil dat niet? Onbevlekt. En voor eeuwig ook de bruid van het lam. Dat denk ik, dat het zo zal zijn in de eeuwigheid. God woont bij de mensen, dat zien we dan ook. Zie in het vervolg, vers 3, er staat, zie de tent van God is bij de mensen en hij zal bij hen wonen en zij zullen zijn volk zijn en God zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. Ik denk dat God door middel van de gemeente bij de mensheid woont, zoals God het ook in de tabernakel deed ten tijde van Israël. En hij die op de troon zit, zie ik, maak alle dingen nieuw. Alles. Ik denk dat God zich zo daarin verheugt om dat aan ons te tonen. Hebt u dat ook wel eens? Dat als je iets aan een geliefd iemand, dat je iets wilt laten zien, en dan heb je een pakje en dan wil je het graag openen. Ja, toch? Of iets wat je gemaakt hebt voor die ander. Dat je dat graag wilt delen. Dit heb ik voor jou gemaakt. Nou, dan zegt hij, oh, wat fijn dat je dat gedaan hebt. Wat een liefde. Dus dat is onze God. En toen was het afgelopen. Ja. God maakt alle dingen nieuw.